In deze Instagram-volgervriendelijke video zie je Dries Roelvink in Saint-Tropez. Maar hoewel hij geniet van de zonnige bestemming, is deze zanger absoluut geen big spender. Hij heeft zijn vakantiebudget goed onder controle en geeft naar eigen zeggen zo'n 600 euro per dag uit, exclusief hotelkosten. Dries is zich bewust van de kosten en let op de kleintjes. Zo vertelt hij lachend over een wijnkaart met flessen van 65.000 euro, maar hij koos uiteindelijk verstandig en bestelde een fles van 130 euro. Hij weet dat er altijd goedkopere opties zijn in het leven. Hoewel 600 euro per dag misschien veel lijkt, heeft Dries het geluk dat hij goed verdient en zich deze luxe kan veroorloven op zijn leeftijd. Maar zelfs met zijn financiële positie doet hij niet gek met dat geld. Saint-Tropez kan inderdaad duur zijn en Dries en zijn zoon Dave hebben er samen van genoten. Dave deelde op zijn Instagram grappige momenten waarin hij de hoge prijzen liet zien, zoals een gekookt eitje voor 8 euro. Een beetje humor om de hoge kosten te relativeren. Het leven in Saint-Tropez mag dan duur zijn, maar Dries bewijst dat je er ook van kunt genieten zonder extreem veel geld uit te geven. Een beetje normaal doen en slim keuzes maken kunnen ervoor zorgen dat je van een heerlijke vakantie kunt genieten, zelfs in een chique bestemming als Saint-Tropez.